Zaterdagmorgen vertrokken Richard de Berenkoner van de Ven uit Mariahout, Nico Kneeman uit Asten en Henk van der Heijden uit Helmond naar Duitsland, waar zondag de start was van de Dutch and Heroes tocht die volgende week gaat eindigen in Eindhoven. Het viertal fiets voor de vierde keer mee en doen dit voor Pepijn van der Heijden die deze ziekte heeft. Er zijn veel activiteiten georganiseerd waarmee ruim 10.000 euro is opgehaald. De bijna 400 deelnemers hebben nu al een bedrag van meer dan 1 miljoen bij elkaar. Bij de finish op de Karpendonkse Plas in Eindhoven zal het totaalbedrag worden bekendgemaakt.